We staan voor de Bellagebrug over de Amstel. Het enige bouwwerk dat Bellage zelf in de rivierenbuurt, het oostelijk deel van Plant-Zuid, heeft ontworpen. Over deze brug werden onze Canadese bevrijders op 8 mei 1945 feestelijk ingehaald. Rechts vooruit is de Vrijheidslaan, die al 3 keer van naam is veranderd. Eerst de Amstellaan, na de oorlog de Stalinlaan en na de opstand in Hongarije van 1956 de Vrijheidslaan. De verhoogde bouwelementen op de hoeken vormen een van de poorten die toegang geven tot de rivierenbuurt, een typisch monumentaal aspect in het plan van Bellage. Over de brug slaan we linksaf de Amsteldijk op. We passeren aan onze rechterzijde de oostelijke ingang van de tramremise Lekstraat, ontworpen door architecten Anton Kok en Boterenbrood. Ook deze vorm van symmetrisch geplaatste bouwmassa's komt veel voor in de rivierenbuurt. De tramremise Lekstraat is ook beroemd omdat daar op 25 februari 1941 de algemene staking tegen de jodenvervolging begon. In de flauwe bocht naar rechts gaat de Amsteldijk rechtdoor richting Oudekerk en wij gaan de President Kennedylaan op. De toenmalige Rivierenlaan werd na de moord op de Amerikaanse president in 1964 naar hem vernoemd. We passeren de Rijnstraat, de uitvalsweg naar Utrecht en voor velen de eerste kennismaking met de rivierenbuurt komende uit het zuiden. Doorrijdende ligt links van ons het De Mirandabad. De Miranda was de wethouder publieke werken na Wibaud. Voorbij de Waalstraat zien we rechts het voormalige stadsdeelkantoor van de rivierenbuurt. En als we de Maastraat naderen, verschijnen er links de grijze Airy Flats, een snelbouwsysteem uit Engeland dat in de wederopbouwperiode is toegepast om snel en voordelig tijdens de toen heersende ernstige woningnood woningen te bouwen. Vanwege de gaafheid zou het al een industrieel monument genoemd kunnen worden. En bij het stoplicht rechts in het plantsoen staat de bronzen kop van President Kennedy. Op het Europaplein slaan we rechtsaf richting Scheldestraat. De gevelwanden rechts zijn ontworpen in de zogenaamde verstrakte Amsterdamse school met veel minder uitbundige gevelarchitectuur, opbouwen en hoekelementen. Een en ander als gevolg van de sterk gestegen bouwprijzen in de jaren 30 en de minder florissante rijkssubsidies voor de woningbouw. Op het Scheldeplein slaan we linksaf en komen in de Wielingenstraat terecht. Muziek.
Rechts is in een bleekrode steen een wooncomplex opgetrokken waar vroeger het weeshuis van de Nederlands hervormde gemeente De Wielingen stond. Het was een rijksmonument en is jarenlang gekraakt geweest voordat het gesloopt werd. Na de brug over de Boerenwetering eindigt dit eerste deel van de grenzen van Plan Zuid.